welkom bij een nieuwe video. Dit is de eerste video in mijn nieuwe appartementje. Ik ben nog niet zeker over de setting. Ik ben eigenlijk helemaal niet zeker over de setting, want daar is mijn keukenblok. En dat is misschien een klein beetje raar om te laten zien in een video. Maar ik ga nog even nadenken over hoe ik het anders wil gaan opnemen. Maar vandaag heb ik voor jullie een TikTok Q&A. De mensen op TikTok mochten mij vragen stellen en deze ga ik in deze video beantwoorden. Als je mij nog niet volgt daar, volg mij. Als je mij nog niet volgt hier, volg mij. Ik noem op TikTok ook gewoon voor mijn vlogs. Ik ga even naar de video gaan waar ik vragen heb gesteld. Een stabiele internetverbinding. De eerste vraag: kun je mijn naam uitspreken? Ja. Eleonora Maria Zuidema. Zuidema? Ja, denk ik. Lizetje Forever XX vraagt: waarom ben je begonnen met TikTok? Ik weet het niet. Ik had die app gezien en ik wou dat wel een keer proberen. X-Iris Bully vraagt, ben je veel bezig met body positivity? Ja. Dat ik door de afgelopen jaren heen mijn lichaam heb leren aanvaarden hoe het is. Ik heb ook het lichaam van andere mensen leren aanvaarden. Want in het begin had ik zoiets van, ik ben dik, maar zo dik als haar ben ik niet. En nu heb ik zoiets van, wat maakt het uit? Er zijn vrouwen in verschillende vormen en maten, in verschillende kleuren, in verschillende groottes. En iedere vrouw mag er gewoon zijn. En ieder man ook, of hoe dat je zelf ook in de picture zet. Misschien ben je wel non-binary. En het is wel nog altijd een struggle soms, maar ik ben hoe langer hoe meer blij met mijn eigen lichaam. Het klinkt misschien ook raar, zeker voor als er jonge meisjes het kijken. Maar ik vind het ook minder belangrijk om mij eerst 2 uur te scheren in de badkamer voor ik ga gaan zwemmen. Want ik ga heel graag gaan zwemmen. En ik moet zeggen dat er niet altijd mijn benen even stoppeltjes vrij zijn. Of zo. Dus ik vind dat ook helemaal niet erg. Ik vind het wel mooier als er een hele bos haar staat. Maar dat, als je dat wel als vrouw is, dat ook oké. En als toen ik 13 of 14 jaar was en ik had mijn benen niet geschoren. Of 15 of 16. En ik had mijn benen niet geschoren, dan ging ik gewoon niet gaan zwemmen. En nu vind ik dat allemaal niet meer zo erg. Want wie in godsnaam kijkt er naar je beenhaar in het zwembad? Best friends MNR vraagt, wat vind je leuk aan musical.ly TikTok? Ik vind het leuk dat je filmpjes kan maken. Het is gewoon een extra creatieve outlet op een sociale media. Zoals ik op YouTube doe en op Instagram doe. Ik vind het wel leuk als er mensen dan zeggen, hey, zit je op TikTok? Of die op mijn TikTok dan zeggen, hey, ik heb je gezien vandaag. En dat vind ik gewoon leuk, dat ik daar kleine community. Gabriella 1309 vraagt, wat wil je nog bereiken? Ik wil nog heel veel bereiken in mijn leven. Ik wil groeien in verschillende opzichten. Niet alleen online, wat ik zeker ook wil, maar ook in mezelf. Ik wil meer gaan doen wat ik graag doe en minder gaan doen wat ik minder graag doe. Als je snapt wat ik bedoel. Ik wil me beter voelen in mijn lichaam, alhoewel dat al zeker gebeurd is, maar ik wil me gezond en zo voelen. Daarom ga ik ook al een tijdje naar een diëtiste, gewoon omdat ze me leert om gezond en evenwichtig te eten, vooral evenwichtig. Als mensen vragen, en wat zegt ze dan, wat mag ik allemaal niet doen? Nee, het gaat erom wat ik juist wel nog mag doen en ik mag eigenlijk alles nog doen met mijn maten. En, ja,
En ik moet vooral doen waar ik mezelf bij goed voel. En dat wil ik in meerdere aspecten doen in mijn leven. Daarom dat ik nu ook een zwemabonnement heb gekocht. Pauline Hondje vraagt, heb je een crush en zegt zijn naam? Nee, ik heb geen crush eigenlijk. Op dit moment totaal niet zelf. Jelle vraagt, wanneer begon je met Musical.ly TikTok? Ik weet het eigenlijk niet. Ik zou dat echt super graag terugvinden, maar ik kan dat dus niet weten. Ik denk iets meer dan een jaar en een half geleden, maar ik ben het eigenlijk totaal niet zeker. Stek TV fan vraagt, wat is je favoriete YouTuber? Ik kijk heel graag naar Sophie Senden, omdat zij gewoon echt haar zelf is. Ik kijk ook heel graag naar Bonnie van Bon Collar. Ook om dezelfde reden eigenlijk. Ik kijk ook graag naar Diana Leeflang. Naar Teske, maar minder dan vroeger eigenlijk. Ik kijk ook graag naar Ellen Is My Name. Dat is mijn favoriete Belgische YouTuber. Ik kijk ook wel graag naar filmpjes van Stien Edlund. Ik kijk eigenlijk van alles graag. Ik ga kijken of er nog vragen zijn binnengekomen buiten mijn onstabiele internetverbinding. Maar ik denk het niet. En ik ga ook gevraagd op Instagram achtervragen. Ik ga kijken of er daar nog extra vragen zijn binnengekomen. Ik ben nu bezig met een ander berichtje. Super stom. Nee, dit was het gewoon. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. Ik ga nu super vlug deze vlog gaan bewerken. En dan zie ik jullie binnenkort gewoon terug weer. Doedels! Oh ja, nog iets dat ik wil bereiken is meer constantheid. Online. Een constant uploadschema die ik volhoud en een constant blogberichtenschema op zij of haar. En binnen een maand komt er weer een nieuwe zij of haar online. En ondertussen wil ik ook nog gewoon blogberichten blijven posten op zij of haar. Maar met mijn verhuis is dat een klein beetje minder geworden. Ik heb nog, ik weet niet hoeveel staan, maar het inplannen en zo is een beetje onvolgens plan gegaan. Doei!